Geen gemiauw, maar geblaf op de poezenboot langs de Nieuwe Vaart. Hier worden 40 afgedankte honden uit de broodfok opgevangen. Broodfokkers zijn kwekers die dieren kweken voor het geld en daarbij het dierenwelzijn aan hun laars lappen. Deze honden zijn door hun fokker afgedankt omdat ze te oud zijn of niet meer geschikt om mee te kweken. Ze zijn er allemaal erg aan toe. In de eerste plaats gaan we nu zorgen voor een beetje rust en de eerste zorgen voor de honden. En dan worden zij eigenlijk in kleine groepjes naar een dierenarts gebracht waar vaccinaties in orde gezet worden. En ook honden die er erger aan toe zijn en met kale plekken en dergelijke worden allemaal door een dierenarts behandeld en komen dan terug naar hier om uiteindelijk hopelijk geadopteerd te worden. Deze hondjes zijn op zoek naar een nieuwe thuis en er zijn al heel wat kandidaten. Maar of die allemaal geschikt zijn, valt nog af te wachten. Want deze honden hebben speciale zorgen nodig. Wij zijn wel op zoek naar mensen die al iets of wat ervaring hebben met honden, die ook weten waar ze aan beginnen. Het gaat over honden die niks kennen, die nog nooit daglicht hebben gezien, die nog nooit gras onder hun pootjes hebben gevoeld, die nog nooit op straat gelopen hebben. Dus mensen die vooral heel veel tijd hebben, die door de ellende op dit moment heen kijken en geloven dat binnen dit en zoveel maanden daar wel een mooie hond uit kan komen. Dit is de schaduwkant van de puppy-industrie. Fokhonden als deze worden hun hele leven opgesloten in erbarmelijke omstandigheden, met als enig doel zich voor te planten. Bij opvanginitiatieven zoals de Poezenboot ijveren ze dan ook voor een veel strengere wetgeving. Zelf let je ook best op voor je een hondje koopt. Je kan altijd beter een dier uit het asiel een nieuwe thuis geven.